Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Lidorie ten Haven. Zij is opgegroeid in verschillende culturen en dat is terug te vinden in haar kunstwerken. Ze keek veel naar kunstprogramma's om daarvan te leren. In het begin van de pandemie kreeg ze meer tijd om haar vaardigheden te verbeteren en te ontdekken en haar passie verder te ontwikkelen. Lidorie, wanneer ben je eigenlijk begonnen met schilderen? Nou, eigenlijk mijn hele leven, toen ik klein was. Maar ik had eigenlijk toen voor een kunstwedstrijd, want dat vond ik hartstikke leuk, een van de manier. Had ik toen eigenlijk uitgevonden dat het hartstikke leuk was om te doen. En daarna had ik meer geschilderd eigenlijk, want het paste gewoon goed bij me en ik kon goed mijn emoties kwijt. Maar je bent niet met tekenen begonnen? Dat ook wel, maar schilderen was altijd wel in me eigenlijk. Ja. Je bent veel verhuisd. En laten we eens een lijst van je opleidingen doornemen. Ik noem de school en jij vertelt wat je daar precies hebt gedaan. Nou, ik begon natuurlijk met Forest International School Paris. En dat is in Frankrijk. Hoe kwam het dat je zoveel reisde? Of zoveel buitenlandse scholen hebt bezocht? Laat ik het zo vragen. Mijn vader, die door mijn vaders werk eigenlijk. En mijn vader, die is dus mechanical engineer. Mm. En hij vindt het... Hij vond het leuk ook om te reizen, dus eigenlijk kwam het daardoor. En ik vond het ook natuurlijk leuk om verschillende culturen te bekijken. En als je klein bent, dan wil je heel veel ontdekken. En dat was Forest International School Paris wel heel veel te ontdekken, want het was ook dichtbij een bos. Nou, dat is echt geweldig. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon, je ging gewoon naar school? Ja, ik ging gewoon naar school. Maar het was ook heel erg creatief daar. Want je kon daar eigenlijk creatief instelling als kind daar gebruiken. Want ik had ook heel vaak gehoord dat je als kind al gewoon naar de wetenschap gaat. En hier op die school kon je ook wel heel veel creatieve dingen doen. Zoals tekenen van het bos of... bloemen tekenen of zo. Of schilderen. Dus ja, dat was echt hartstikke leuk. En ook qua sociaal en zo. En je had er ook les? Ja, ik had daar ook les. En jullie woonden in Parijs? Dichtbij Parijs. En was het een internationale school? Ja, dus met heel veel culturen. Er waren Engelsen, Fransen, Nederlanders, Spaanse mensen. Dus dat was het leuk. En wat was de voertaal? Engels. Oh, toch wel. Maar hoe oud was je toen je daar was? Ik kwam daar toen ik volgens mij 3 was. En ik ging daar weg toen ik 8, 9 was. Oké, dus je hebt wel het een en ander opgepikt. Ja, ik kan wel best wel goed Frans. En Engels neem ik aan. Ja, dat ook. Ja, oké. Gaan we naar de volgende. Wellingborough School in Engeland. Hoe kwamen jullie daar? Ook vanwege je vader? Hij had daar opeens een... hij vond dat het ook leuk. Hij had daar opeens van zijn baas moest die daar gaan werken in Engeland. En dat was eerst een schok voor mij. Ik weet nog dat ik was van ik wil terug naar Frankrijk. Maar uiteindelijk vond ik het hartstikke leuk daar in Wellingborough School. Want daar ging ik ook leren hoe je hard moet werken. Want... Leg dat eens uit. Er zullen veel mensen geïnteresseerd in zijn. Ja. Hoe leer je jonge mensen hard werken? Nou ja, het is daar best wel strikt. En, streng, hè? Ja, streng. En je krijgt daar heel veel deadlines van. Je moet eerst dit doen en dat doen. En ook op die school... Ja, maar wat is dit doen en dat doen? Geef eens wat specifiekere voorbeelden. Nou ja, heel veel huiswerk. Oh, toch wel? Ja. Gelukkig. Ja, ga door. Heel veel huiswerk. En verhalen schrijven, dat ook vooral. Dus dat is ook hartstikke creatief natuurlijk. En heel veel over Engelse geschiedenis. En ook wel kunsthuiswerk. Dus je moest ook leren kijken. En wat je ook moest doen was...
je had daar ook heel veel met je handen moest je daar doen. Dus hout snijden en ja, iets met elektriciteit. Ja, dat. Maar dat is een beetje vaag, iets met elektriciteit. Nou ja, gewoon een lampje maken of zo. Oh, ja. En dan moest je dat lampje verder zelf maken, ontwerpen of zo? Ja, inderdaad. Dus dat was ook heel creatief. Dan had je twee mensen die een specialisatie daarvoor hadden of hebben. Die ging je helpen. Oké. Oh, dat is leuk. Dus het hield eigenlijk wel altijd je aandacht vast. Ja, precies. En kwam je nog tot schilderen? Toen, ja, wel op school. Maar ook omdat er heel veel huiswerk was en zo, kwam ik daar niet echt aan toe. En ik heb gelezen, je kreeg daar een beurs aangeboden. Ja, dat daar een kunstklas, dat is ook best wel streng en zo. En daar moest je bepaald in ongeveer 2 keer in een jaar moest je daar een soort van toets doen. Dan kreeg je een paar glazen op tafel en dan moest je ze natekenen of schilderen of gewoon een opdracht doen. En dan keken ze naar hoe goed je was. En dan op een gegeven moment hadden ze me een beurs aangeboden, maar dat was iets te laat, want dan ging ik weer verhuizen. Oh ja, natuurlijk. Dat is bij jou natuurlijk het grote probleem, dat je steeds weer wegging. En je ging daar weg, hoe oud was je toen? 12. Oké, dus dat was een redelijke korte tijd. En dan komen we in Nederland. Toen heb je ook op de internationale school in Bergen gezeten. En hoe was dat? Dat was natuurlijk wel een cultuurshock, neem ik aan. Ja, maar er waren wel heel veel mensen daar ook met verschillende culturen. In Engeland was ik wel de enige die Nederlands was daar. En er waren heel veel Engelsen daar natuurlijk. Maar hier waren ook wel mensen vanuit Spanje of Rusland of Nederland ook of Engeland. Dus mensen die uit Engeland kwamen had ik natuurlijk heel veel mee natuurlijk. Maar ook gewoon verschillende culturen. Dus ze wisten wel wat ik ervaarde natuurlijk met heel veel verhuizen. En ja, het was daar ook even wennen, maar uiteindelijk wen je eraan. En wat was dat anders dan anders? Wat kreeg je daarmee? Ging je daar ook door met schilderen? Want dat schilderen hoor ik eigenlijk in geen van al die opleidingen terug. Hoe ging dat? Bleef je dat doen? Ja, heel veel thuis eigenlijk. Maar het was meer in dat opleidingen dat ik meer technieken ging leren met tekenen en zo. En dat heb ik dus toegepast aan het schilderen. Oké. En ik ging ook wel schilderen in Engeland op school en zo. Maar hier ook hier in Nederland op die school deed ik natuurlijk mee met dat wedstrijd. En daar ging dus een lerares mee helpen met hoe je olieverf moest gebruiken. Of acryl ook. En dan, ik moest toen een portret gaan schilderen. En dat was best wel moeilijk qua proportie. Je ogen, van waar moeten die nou in het midden van het gezicht en zo. Dus al die trucjes heb al die geleerd. Trucjes ja, heb ik ja. Inderdaad geleerd. En die lerares toen op die Europese school Bergen, die ging me daar ook heel goed mee helpen met hoe je voor een competitie moest voorbereiden en zo. Is dat anders als gewoon iets voor jezelf schilderen? Je krijgt daar natuurlijk wel een opdracht. En ik kan daar wel iets van mezelf erin zetten. Maar het was wel even van goed precies tekenen wat ze nou echt willen. Ja. En dan, ik ga even heel ergens anders naartoe. Want wat mij opviel was je naam. Waar komt die vandaan? Lidori. Mijn vader die hield ook heel veel van Japan en daar is een woord Midori met een M en dat betekent groen in Japans. En mijn moeder die vond de naam met een L heel erg leuk, Lydia bijvoorbeeld of zo. Dus toen dachten ze gelijk aan Lidori. Oh. Ja. Dus inderdaad de klemtoon op de laatste letter hè? Ja. Dat is typisch Japans. Je hebt ook nog iets gedaan op de Universiteit van Amsterdam. Wat heb je daar gedaan? Ik ben daar nog steeds mee bezig. En ik zit nu op het tweedejaars. En ik studeer nu cognitie, taal en communicatie. Dat is half Engels en half Nederlands.
En dat gaat meer over hoe de brein werkt en hoe taal wordt gedaan en zo. En hoe je communiceert. En nu zal u denken van... wat heeft dat nou met kunst te maken? Maar toen ik... Dat was mijn vraag ook. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat was heel erg grappig. Want toen in de zomer, toen ik naar de kunsthal ging... of naar de Cobra Museum voor een kunstzomerkamp... dan hadden die kunstenaars gelijk over iets wat ik al in de universiteit had geleerd. Bijvoorbeeld subliminal priming. Dan dachten heel veel mensen van... Stop uitleggen. Ja, subliminal priming. Is bijvoorbeeld van u ziet een plaatje onbewust en dan opeens komt dat in je gedachten terecht en dan doet u er iets mee, dus met tekenen en zo. Dus als u een plaatje van bloemen ziet en dan opeens na een tijdje gaat u bloemen schilderen of daar iets mee. Dat blijft hangen. Ja, dat blijft hangen inderdaad. Maar cognitie... Ik heb dat opgezocht. Dat woord bestaat in de Nederlandse taal helemaal niet. Dus vertel mij eens precies wat dat is. Cognitie, ja, dat is cognition. En dat wordt heel vaak gebruikt in mijn studie. En dat is meer eigenlijk mentale processen. Dat wordt meer gemaakt van hoe dat nou... Ja, mentale processen in je hoofd eigenlijk. En van buitenaf hoe dat nou binnen wordt geprocessed weer naar buiten. Ja, ja. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. Nou is het ook zo dat als je schildert, heb je ook veel te maken met suggestie. Wat bedoelt u daarmee precies? Als jij iets op het doek zet, jouw schilderijen zijn wild. Sommige tenminste, die ik gezien heb, zijn er hele wilde schilderijen. Daar staat wel een gezicht op nu, hè? Je schildert nu wel gezichten. Mm-hmm. Maar er staat een heleboel omheen. En ik bedoel, dat wekt een suggestie van wild. Dat is het woord wat bij mij opkwam. Dus dat is de suggestie die je over wil brengen naar je kijker. Naar je beschouwer van je schilderij. Dus ik bedoel, heb je ook, wordt daar ook over gesproken? Dat je iets overbrengt? Of is dat iets wat jij zo voelt en wat je suggestief wil overbrengen naar je beschouwer, je kijker? Eigenlijk een beetje van beide, want wat ik zei, ik schilder met mijn gevoel en dan om beter te voelen, dan ga ik gewoon mijn eigen gang. Maar ik wil ook wel mensen iets ermee laten zien van kijk, zo is het leven of zo kunt u het doen of iets hen raken eigenlijk, want dat vind ik kunst eigenlijk, want... Heel veel mensen zeggen, ja, het is maar crushen hier en crushen daar. Dat is toch helemaal niet erg. Vooral mensen van mijn leeftijd ook, die zeggen dat. De jongeren en zo. En ik dacht van, nee, ik wil het zo laten zien dat er wel iets... dat het iets je opwekt. Van, je kunt er niet mee van... Er is wel iets met kunst in het wereld. Daarom bestaat het. Dus inderdaad zo van een suggestie van... kijk, kunst heb je nodig in het leven. Waarom? Ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Maar probeer eens, want je bent zo lekker op dreef... om te vertellen wat je drijft eigenlijk. Waarom vind jij kunst nodig in het leven? Ik weet, het is een moeilijke vraag. Maar je hebt er een oordeel over. Heel veel, nu vooral jongeren, die denken van... oh, wetenschappelijk moet... het moet wetenschappelijk allemaal zijn... want dan krijg je een goede baan en zo... en dan krijg je heel veel geld en zo. Maar ja, je moet ook gewoon naar jezelf kijken van... waar word ik blij van? En dat is vaak wel kunst. En... ja, je kan ook heel veel met kunst bereiken. Want ik had bijvoorbeeld designer dolls gemaakt. En dat zijn dus poppenhoofden op verschillende objecten, vazen bijvoorbeeld. En die poppenhoofden zijn heel erg
Ja, die zijn best. Die zijn van mijn oma bijvoorbeeld, van vroeger. En die worden allemaal weggegooid of alleen maar op zolder. Niemand wil ze hebben in huis. Dus ik dacht, ik doe er iets mee om iets moderns te maken. Dus dan recycle ik. En dat kan ook de klimaat goed doen. Dus dan heeft kunst ook eigenlijk een doel, zeg maar. En niet alleen het wetenschappelijk gedeelte. Maar dan heeft kunst meer een doel van, we kunnen de wereld helpen. Of iets raken. Want mentaal is ook heel erg belangrijk. Niet zozeer alleen geld. Ja. Ja, dat heb je heel mooi verwoord. En ook om poppen die oud zijn, eigenlijk, om die weer onder de aandacht te brengen. Want tegenwoordig wordt dat ook niet zoveel meer gedaan. Men loopt zo hard. En die poppen zijn het ook waard om hun aandacht te krijgen. En veel mensen hebben nog nooit van die poppen gezien. Dus dat, daar kom jij ook weer mee van, kijk, er is meer. En zeker, er is meer dan wetenschap. Maar dat komt uit jouw schilderijen heel goed naar voren. Vaardigheden, daar had je een heel mooi rijtje van gemaakt. Maar er was er één, die vond ik heel moeilijk te vertalen. Want to show people, you don't have to fit in. Mensen laten zien dat je niet overal hoeft aan te passen. Dat komt waarschijnlijk toch voort uit ongeveer hetzelfde wat jij nu zegt. Dat je als jongere, wat mag ik nog wel tegen je zeggen, hè? Je bent natuurlijk nog heel erg jong, dat jij met andere dingen bezig bent dan al die gasten met wetenschap en geld verdienen. Bedoel je dat ermee? Nou ja, dat ook wel, maar ja, best wel een moeilijke vraag. Nee, want je hebt het zelf opgeschreven. Ja, ja. Dus mensen laten zien dat je niet hoeft aan te passen. Ja, nou, dus best wel in het leven moest ik heel veel aanpassen natuurlijk. Omdat ik naar verschillende landen ging. En het was ook best wel moeilijk toen in de puberteit en zo om echt goed aan te passen. Want ik wou gewoon mijn eigen gang gaan. Mm. Dus ik wil ook gewoon mensen laten zien van, je kan je eigen gang gaan. Laat al die mensen die, zeg maar, hetzelfde willen aanpassen, hetzelfde kleren willen dragen, hetzelfde dingen doen. Als jij dat wil doen, dan is dat goed hoor. Maar ik vind gewoon zelf, als je zelf iets anders wil doen, moet je ervoor gaan. Want daar word je er blij van. En als mensen daar kritiek op hebben, ja, dat geeft niet, want ik vind zelf dat je er later iets mee kan als je je dromen volgt. En dat heb je geleerd in al die verschillende scholen waar je hebt aan moeten passen? Ja, maar ook wel, en ook door die andere mensen die zeg maar met elkaar willen aanpassen en zeggen, ja, we willen dit samen doen en zo. En dan denk ik van, wil ik dat ook? Nee, ik wil mijn eigen gang gaan. Maar Lidori, zit daar ook niet een beetje eenzaamheid in? Dat niet hoor, want heel veel mensen die hebben me gewoon ook geaccepteerd. En toen bij de kunsthal waren ook heel veel mensen die andere kleren aan hadden of een eigen stijl hadden. Dus en ik heb ook nu heel veel vriendinnen die ook accepteren wie ik ben. Dus nee, het is niet zoveel eenzaam hoor. En ik kreeg ook heel veel support. Dus dat was fijn. Oké. Okay. Maar dan moet je wel stevig in je schoenen gaan staan, denk ik. Ja, dat zeker. Je moet mentaal sterk zijn. Geen meeloper zijn. Nee, dat niet, nee. Je had het er al even over, dat zomerkamp in het Cobra Museum in Amsterdam. Dat is trouwens een ontzettend leuk klein museum, hè? Ja. Heel gezellig. Het heeft iets heel gezelligs. Wat heb je daar gedaan? Daar was ook al een expositie van Frida Kahlo. Echt geweldig was dat. En dus dat heb ik gekeken daar. En daar heb ik ook heel veel geleerd van andere kunstenaars. Van hoe je moet kijken en hoe je emotie moet channelen eigenlijk. Hoe je emotie moet tonen. En dat was het vooral van in het museum. Dan heb je zo'n klein lokaaltje daarboven. En daar was allemaal met tafels en zo. Dus daar kon je allemaal werken. Dat was echt geweldig. Zo'n klein
gedeelte in het museum daar staan. Dus daar was dus een kunstenaar die van de Kunstacademie Rietveld werkte. En hij had me heel veel geholpen met hoe je emoties moest tonen. Want dat was wel een ding. Ik had heel veel technisch geleerd en zo. Maar gewoon, ik was nog niet echt bewust dat ik mijn emoties ging tonen. Dat heb ik wel gedaan, maar nu ben ik meer bewust mee van... Hey, ik gebruik mijn emotie en dat is nieuw. Ja, dat is gewoon nieuw. Want ik had heel vaak... ik was ook natuurlijk ook wel wat wetenschappelijk toen bezig van heel veel denken. Maar hier kan je gewoon lekker je emotie doen. Dat heb ik heel veel van hem geleerd. Van ga gewoon met je emotie mee en dan zie je wel wat eruit komt. Ik heb jouw schilderij in het gemeentehuis gezien tijdens de open atelierroute van de Kunstkerk en Kool. Die schilderijen die ik daar van jou gezien heb en ook de schilderij op je website, die zijn allesbehalve emotieloos. Zijn die van een andere periode of heb je die pas geschilderd? Of? Nou ja, toen in de coronatijd. Maar wat ik zei, ik had die emotie wel gebruikt, maar ik was nog niet echt bewust mee dat ik ermee ging gebruiken. Ik dacht gewoon dat ik het dacht, maar ik dacht van hey, daar zit toch wel emotie in van mijzelf. Ik kan me daar wel zelf terug in zien. Dus dat was wel gewoon grappig dat ik nu echt bewuster van ben. Dus je gaat allerlei stromingen door, ook bij jezelf. Ja, precies. Oh, wat grappig. Wat even kijken, ik kwam nog iets tegen. Je hebt kinderen geholpen in Parijs op die Forest International School. Wat is dat, een zomerkamp? Dan ga je helpen. En wat doe je dan met kinderen? En hoe oud zijn die? Het is in Forest International School Paris, die zomerkamp. En dat is drie weken lang. En ik heb 2 weken geholpen. En die kinderen zijn 2 jaar oud tot en met 12 of zo. Toen ik, 12 jaar oud. En dat was hartstikke leuk. En die kinderen, die kwamen ook van andere plekken. Er kwamen zelfs kinderen van Amerika. Die dachten, hey, dat is leuk in Frankrijk. Dus die gingen daar speciaal vliegen. Echt. Dat was echt gewoon geweldig. En dan, het was echt leuk. Want ze hadden daar ook natuurlijk een klaslokaal. En er waren heel veel... mijn collega's daar, die vonden het ook superleuk. Maar die kwamen uit ideeën van, hé, wat moeten we nu doen? Dus toen zag ik opeens die klaslokaal. En dan kwamen heel veel gedachtes op van toen ik klein was. Van, wat heb ik gedaan? Dus ik dacht van, hé, wat als we dat weer doen? Want dat hebben ze toen niet meer gedaan. Of een bepaald reden. Dus dan gingen we papiervliegtuigjes maken. Of weer tekenen. Of... jouw hele verleden kwam naar boven. Ja, hele verleden. Dus ik dacht, ik doe er iets mee. En heel veel mijn collega's vonden het fijn dat de kinderen weer iets konden doen. Want het was heel vaak, we gaan elke dag, we gaan eerst naar de bos en dan gaan we zwemmen. En dan gaan we snack eten of zo. En dit keer was het heel erg anders om gewoon lekker creatief te zijn in een klaslokaal. En met jonge kinderen ook natuurlijk, hele jonge kinderen. Ja. Lidori, ik was blij dat je er was. En ik heb nog één laatste vraag voor je. Heb je nog tijd voor hobby's? Oh ja, natuurlijk. ik schaats. Dus dat is een heerlijk sport. Kunstschaatsen doe ik. Dus dat is fijn. En kunst is ook wel een deel van mijn hobby. Dus als ik de tijd mee heb, als ik vrije tijd heb, dan ga ik gelijk schilderen of objecten maken. Dus dat komt wel goed. Het komt wel goed met jou. Ja. En we horen meer van je. Dank je wel dat je er was. Ja, dank je wel. Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.